En nou mensen, ik heb iets gevonden, een echte lokale specerij, spicery. We gaan vandaag koffie met ei drinken. En ik heb geen idee of het lekker is, maar hier in Vietnam is dat een van de echte lokale dranken. En we gaan hier nu naar binnen. Dus niet bij een groot restaurant, maar dit straatje. Let's go! Onderweg naar boven liepen we langs de keuken. Nou ja, ik kon het natuurlijk niet laten om even een kijkje te nemen. Kijk maar eens mee. En dit is hoe ze dat maken, kijk. En hier staat de eikoffie al klaar. Daar gaat de warme koffie in. En dan moet je het alleen nog roeren. En hier wordt het gemaakt. Hello, thank you man. Met een grote mixer mixen ze het ei. Dit is hem dan. Een koffie met ei. Ik heb geen flauw idee. Ik ga het gewoon proberen. Voordat ik een slokje neem, even heel kort iets over de geschiedenis van deze eikoffie. In de tijd van de Vietnamoorlog was melk heel schaars. En daarom gebruikten ze ei in de koffie. Dat is de reden en de oorsprong eigenlijk van deze eikoffie. Gaaf hè? In het restaurantje waar ik zit hebben ze alleen eikoffie. Voor de rest helemaal niks. Dit is erg lekker. Het is echt heel lekker. Het is waanzinnig. Like eggnog?